Dag mensen, een hele goede dag en welkom bij deze koersanalyse. Deze is educatief in aard en geen financieel advies. En we gaan een aantal nieuwtjes bekijken, Bitcoin koers bekijken en ook nog even naar de dollar, de S&P 500 en naar goud, want die zijn allemaal aan het stijgen of aan het omkeren. Maar goed, we beginnen eerst met Coinbase. Coinbase gaat per 14 april gaan zij de markt op en kun je ook Coinbase aandelen gaan kopen. Dus even kijken, onder het symbool coin 14 april 2021 kunnen ook de grote investeerders op een andere manier blootstelling krijgen eigenlijk aan Bitcoin en de cryptocurrency zien door te investeren in Coinbase. Een mooie, goede stap voorwaarts. En om bij Bitcoin te blijven, Coinbase te blijven en Bitcoin ook natuurlijk, nogmaals 12.000 bitcoins zijn bij Coinbase opgekocht en uit de circulatie verdwenen, waarschijnlijk weer naar de cold wallets van de grote instituten. Dus zij blijven opkopen. En dit was gisteren 1 april om 18 uur UTC time. Dus die grote jongens die blijven kopen. En hier liet Ki Jong-yu eigenlijk al zien dat elke keer als we dat zien, dan gaat de prijs omhoog. Dus we zitten nu wel tegen die $60.000 weerstand aan, maar we zouden er echt wel doorheen kunnen breken. Daar gaan we zo direct even naar kijken. Dan, miljoenen Nederlanders willen hun spaargeld in Bitcoin beleggen en ik snap heel goed waarom. En 700.000 Nederlanders hebben inmiddels iets van Bitcoin en daarnaast overwegen 3,5 miljoen Nederlanders ook om in te stappen, waarvan bijna de helft zelfs al het komende jaar. En ik ben eigenlijk ook al benieuwd naar jullie. Ja, jullie zitten er natuurlijk al dik in, maar hebben jullie ook nog familieleden en vrienden die jullie proberen te overtuigen die nog steeds niet willen instappen? Laat het weten onder in de comments in ieder geval, ben benieuwd. Dan, gisteren heb ik ook een video gemaakt over waarom ik denk dat alt season eigenlijk al is begonnen en waarom we nog veel meer kunnen verwachten. Ethereum naar $2500, waar kun je op letten en wat zijn nou interessante coins? Dan, de Bitcoin futures grafiek. Nogmaals gewoon om even te laten weten dat die gap dus nog niet gesloten is. Mogelijkheid is er altijd, maar het hoeft niet. Dan, Bitcoin op de dagelijkse. Ja, er is gisteren niet veel gebeurd. Ja, als ik even alles eraf haal, dan zien we hier eigenlijk een candlestick die niet al te bearish was, niet al te bullish. Die wick aan de bovenkant maakte het voor mij wel wat meer bearish. Daarna hebben we eigenlijk een doji candlestick gehad. En dat is eigenlijk een neutrale candlestick. En hier zie je aan de wicks aan de bovenkant en onderkant dat het echt een strijd is tussen de bears en de bulls. Kleine candlebody. En uiteindelijk lijkt het er voorlopig op in ieder geval dat de bulls dat hebben gewonnen. Wat betekent dat we misschien wel die weerstand nu eindelijk gaan breken van die $60.000. Deze bovenste witte lijn die je hier ziet. En dat zou mooi zijn in ieder geval. Eerst volgende targets. Target is dan de 6180, wat de laatste high was. En als we dat kunnen breken, dan gaan we in mijn ogen door naar de volgende targets op $65.900 tot $66.000. Maar daarvoor moet echt nog wel die weerstand breken. En nogmaals, ook hier eigenlijk heeft de koers in mijn ogen nog geen higher low gemaakt op de dagelijkse. Dus we zouden nog wel een pullback kunnen krijgen. En de vraag is hoe hard en hoe ver gaan we dan? Want we hoeven niet die gap te vullen natuurlijk. Maar een higher low moet wel op een gegeven moment gemaakt worden. Maar kan natuurlijk ook pas komen als we die weerstand hebben gebroken op de all-time high. Om die support te maken als higher low. Het is wat dat betreft nog even afwachten. We zitten in ieder geval tegen weerstand aan. En voorlopig lijkt het... De koers kan er nog niet overheen komen zo te zien. Dus we gaan op de lagere timeframes kijken wat we daarvan kunnen verwachten. En overigens is de funding rate nog steeds een punt van zorgen. Maar het kan hoog blijven. Het geeft alleen een indicatie dat er een pullback moet komen. Het geeft niet exact aan wanneer die gaat komen. En zeker nu we de koopdruk blijven. Die koopdruk die blijft nu. We zien dat er nog steeds bitcoins worden opgekocht massaal door de grote instituten. Dus de koopdruk is er in ieder geval nu nog wel. Dan, wil je leren traden zoals ik dat doe, dan kun je natuurlijk een handelscursus doen. Je leert wat traden is, waar je moet instappen, hoe je moet instappen, stoploss plaatsen, minder afhankelijk van analisten. En je komt ook in de premium Discord groep terecht, waarbij je meerdere updates over de dag heen krijgt over Bitcoin, het nieuws en altcoins. En je kunt natuurlijk een week meedraaien in die premium Discord groep. Je kunt eerst een kennismakingscursus doen. Die kost je niks, behalve wat tijd om een goede basis te krijgen over wat traden nou is. En voor degenen die meer willen leren met hefboom traden, om meer winst te kunnen maken, kunnen natuurlijk ook handeling cryptocurrencies deel 2 doen. En daar wordt ook die funding rate uitgelegd. En als je dan ook in de premium Discord groep terechtkomt, dan krijg je ook Binance Coin.
En dan krijg je Binance Coin, dan krijg je ook meerdere updates. Ook over coins die ik niet in de video's behandel. Eentje die ook heel lekker aan het gaan is Binance Coin. En dat liet ik op 30 maart, liet ik dat al weten. En die is nu lekker aan het gaan. En er zit misschien nog wel meer in. Nou, ik weet vrij zeker dat er nog meer in zit. En daar gaan we zo direct ook nog even naar kijken. Maar eerst even Bitcoin afmaken. Gisteren hadden we een kleinere symmetrische driehoek, maar vooral zijwaartse actie. Hier kun je ook absoluut niet zo veel mee. En het is gewoon een zijwaartse beweging. Veel wicks, veel volatiliteit. Vooral bedoeld om mensen eruit te stoppen die daarin aan het traden zijn. Vervolgens zien we dat er nu ook de potentie is voor een rising wedge. Maar dat kan nog even duren voordat die zou gaan uitbreken. Het hoeft ook geen rising wedge te zijn die naar beneden uitbreekt wat dat betreft. En die kan ook rustig nog de komende dagen ontwikkelen voordat we daar potentieel een bearish reactie uit krijgen. Maar het is goed om te weten dat die er in ieder geval is. En we zien nu in ieder geval dat er een eerdere symmetrische driehoek, een grotere symmetrische driehoek die is gevormd gisteren, die is nu naar boven uitgebroken. En er zat ook goed volume bij eigenlijk, maar dat lijkt nu te consolideren. We krijgen misschien nog een hertest, zoals ik in de Discord groep al deelde toen straks. Dus de koers zit nog steeds tegen weerstand aan. En nogmaals, is dat niet het beste moment om long te gaan of echt te gaan instappen. Dat zou je pas eigenlijk moeten doen als we deze weerstand echt kunnen breken met volume. En dan krijg je vaak dus ook een hertest ervan om vervolgens door te gaan naar de all-time high die hier zit op de 61.760 ongeveer. Dus hier zo niet, want wat je hier nog steeds kunt krijgen is een goede pullback terug naar beneden toe. En wie weet waar we dan terechtkomen, dat is nog afwachten. En daarbij zitten de daily punten hier op de 0,382 op de 56.000 en deze groene rechthoek en ook hier de 12 IMA op de 57.300. Maar op de lage timeframes, ja, dan kun je dus nog steeds wel gewoon traden natuurlijk. Hè. Als we iets van een bull flag krijgen hier in de komende uren, dan kun je die gewoon naar boven traden. En als die dan ook goed uitbreekt, ja, dan zitten we gewoon weer vrij snel aan die all-time high en potentieel kunnen we dan ook hoger komen. Maar nogmaals, we zitten tegen de weerstand aan, funding rate is hoog. Een bullish uitbraak is natuurlijk prachtig, maar je moet nog steeds voorzichtig zijn hier eigenlijk. Maar als we nu dus ook een of die bull flag uitbreken of een mooie hertest krijgen van deze symmetrische driehoek, dan is dat inderdaad wel een mooi moment om in te stappen om door te kunnen gaan naar boven. Dan nog even kijken naar Binance Coin. Binance Coin is ook een hele mooie. Ergens vorig jaar, in het laatste kwartaal volgens mij ergens, of misschien halverwege het jaar, tijd vliegt wat dat betreft. Rond $18 zei ik, jongens, het is een mooie munt om in te stappen. Inmiddels zijn we zo'n 2000% verder. Dat is hartstikke mooi om te zien. En wat we nu zien voor Binance Coin is dus dat er een grotere driehoek, die is naar boven uitgebroken ook. En op basis van de support en de Fibonacci extension, kunnen we zeggen dat in ieder geval de volgende weerstand was die 350, de laatste all-time high. Daar zijn we nu aangekomen. De RSI op de 4 uur, die is wel redelijk overbought. Dus er zit hier wel weer een pullback aan te komen. De daily ziet er nog gezond uit wat dat betreft. En ik verwacht dan ook vooral dat de koers hier zal doorzetten. Misschien dat we een pullback krijgen naar de blauwe lijn hier, die samenvalt met de 0,382 Fibonacci voor deze beweging hier. Om daar een mooie higher low te krijgen voor de 4 uur, om vervolgens weer door te gaan naar boven. En de eerste volgende targets, die liggen hier op de $433. De $400 psychologisch rond zal ook wat opleveren als weerstand. En uiteindelijk $433 tot $424. En als het heel gek gaat, zouden we naar de $500 kunnen gaan. Als Binance eenmaal gaat, dan gaat het ook hard. En volgens mij in de laatste stijging waarin het ook zo hard ging, was dat omdat er een nieuwe coin gelanceerd werd. En dat zien we nu opnieuw, Tokyo nog wat geloof ik. En daarvoor kijken we ook natuurlijk in de groep wat hij gaat doen. Maar goed, Binance Coin ziet er nog gezond uit en ik verwacht in de komende dagen meer. Als Bitcoin zal gaan dalen en een wat grotere pullback krijgt, dan zal Binance Coin ook zeker deels aan meegaan. Maar er zit in ieder geval sterkere support weer hier op de $300.15. Dus dat zou ook een punt zijn waar ik op zou willen instappen als we daar komen. Dan even kijken naar de dollar. Want de dollar die lijkt hier op de daily een Evening Star Reversal Candlestick patroon te hebben gemaakt. En dat luidt vaak in dat we weer verder doorgaan naar beneden. Waarbij de support wel weer hier zit op de 92,57 en de 200 daily moving average.
Maar ik verwacht dan eigenlijk ook dat dat gebroken kan worden. Maar goed, weakness, hè, zwakte in de dollar, dat is uiteindelijk goed voor Bitcoin. Al maakt het misschien ook niet heel veel uit, de correlatie is niet heel sterk. En we zien eigenlijk dat de dollar die is al dagen aan het stijgen, of tenminste een paar weken al. En Bitcoin heeft dat eigenlijk ook gedaan. Nou, wat we ook zien is dat de S&P 500 heeft ook een nieuwe all-time high gemaakt. Ja, dus die blijft ook doorgaan. Dus dat geld printen, dat is goed voor de aandelen. Uiteindelijk is het slecht voor ons allemaal. Maar het zorgt er nu in ieder geval voor dat we de laatste weerstand weer hebben gebroken. De laatste high hier. En vervolgens gewoon vrolijk aan het doorgaan zijn. En nog even naar goud. En dan is het einde van de video. En tijd voor weekend. Nou, misschien ook niet. We gaan nog lekker traden natuurlijk. Hier zien we een grotere double bottom op goud. Goud heeft het heel slecht gedaan, terwijl Bitcoin alleen maar omhoog aan het gaan is gegaan. Maar we zien hier dus nu de potentie van een double bottom. De bullish divergentie die is al aan het uitspelen. Hogere higher lows op de RSI en lower low op de dagelijkse koers. En dat zorgt nu voor een goede boost. En we zouden hier ook dus een double bottom kunnen krijgen. En ik verwacht eigenlijk dat de koers, zeker als die boven de weerstand kan komen, eigenlijk vrij snel doorschiet naar de 1849 weerstand en de 200 daily moving average. Maar goed, dat voor deze video in ieder geval. Ik zou zeggen, happy trading. Een heel fijn weekend. Geniet ervan. En ik ben benieuwd naar of er in jullie omgeving nog mensen zijn die overtuigd moeten worden om Bitcoin te kopen. Laat het weten onder de comments en geniet van het paasweekend.